Naast recreatieve boten bouwen we ook wedstrijdboten. Hier naast mij staat een oceaanroeiboot. Dit is voor een race waarbij ze in dit geval met 4 personen de oceaan oversteken. We bouwen 1-persoons, 2-persoons en 4-persoons oceaanroeiboten. En dit is de eerste 4-persoons die we gebouwd hebben. We bouwen al onze roeiboten voor Mark Slats. Die bouwt ze zelf helemaal af en die verkoopt ze aan de teams die de wedstrijd mee willen doen. Ja, dus dit is een oceaanroeiboot, de D34. En dat houdt in dat het eigenlijk een 4-persoonsboot is. Het kan met 5, het kan met 3. Dit zijn boten die de Atlantische Oceaan, de Pacific of eigenlijk alle oceanen op aarde overroeien. Daarbij zijn ze gemiddeld tussen de 30 tot zelfs 200 dagen onderweg. Er is nu een team die is onderweg om de Pacific over te roeien. Nou, er zitten 2 cabines in. Eigenlijk 1 cabine voor en 1 cabine achter, waar je net aan in kan liggen. Het voorschot is wat hoog en je voeten gaan eigenlijk onder het dek door. Dat is 30, 40 centimeter. Er zitten 3 roeiposities op. En eigenlijk zeg ik altijd tegen de mensen, want mensen vragen wel eens, is het veilig? Zeg ik, deze boten zijn net zo veilig als een colafles. Want als de luiken maar dicht blijven, zijn deze boten onzinkbaar. Wat maakt deze boot bijzonder, is eigenlijk dat we vanaf het begin betrokken zijn bij dit project. Dus we hebben eigenlijk alles samen in combinatie met Mark Slats en Dick Koopmans kunnen ontwikkelen. Dus we hebben het complete plan van de constructie voor deze boot hier zelf kunnen bepalen in combinatie met Mark. Ik ken Mark nu inmiddels, ik denk een jaar of 5. Ik heb Mark leren kennen met zijn tweede roeiwedstrijd, waarbij hij 2-mans wereldrecord roeide. Mark die kwam eigenlijk bij mij en die wou een oceaanroeiboot bouwen die lichter was dan wat er te koop was. En daar zijn we met Mark samen ingedoken en hebben we zo goed mogelijk boot samen ontwikkeld waar Mark het wereldrecord toen mee geroeid heeft voor 2 personen. Nu wil Mark ook het wereldrecord voor 4 personen roeien. En dan heeft hij ze allemaal. 1-persoons wereldrecord, 2-persoons wereldrecord en 4-persoons wereldrecord. Ja, ik ben een aantal jaar geleden gestart met het bouwen van oceaanroeiboten. En als eerst was dat een beetje low-tech in aluminium. En dat stond me niet zo heel erg aan. Ik wil eigenlijk altijd de sport naar het volgende niveau brengen. En in full carbon bouwen. Nou, dat heeft best wel heel wat handen en voeten in de aarde gehad om zover te krijgen waar we nu zijn. Ik ben ook best wel bij wat partijen langs geweest. Maar eigenlijk toen ik hier kwam, toen had ik wel het idee dat ik op de juiste plek was. Vooral omdat ze een jong bedrijf is, innovatief. En altijd in oplossingen denken en eigenlijk nooit echt problemen zijn. En we zijn eigenlijk vorig jaar augustus begonnen met de eerste boot. Of ik moet eerlijk zeggen, eind juli begonnen met de eerste boot. En we zijn nu met boot 9, 10 en 11 bezig. Dus we hadden eigenlijk gezegd, nou laten we het maar 6 boten per jaar houden. We zijn nu 7 maanden onderweg, 8 maanden onderweg en we hebben al tegen de 11 boten aan zijn we mee bezig. Er zijn er nu 8 klaar. 9, 10 en 11 wordt nu gebouwd. Dus het is wel een enorm gaaf proces geweest. Ik moet ook zeggen dat we ook steeds leren. En dat is ook wat mooie van dit bedrijf. Ze durven risico's te nemen. En ook dingen op te lossen als het dan niet werkt of wel werkt. En eigenlijk krijgen we daardoor elke keer een betere boot. Die een stukje sneller klaar is en er gewoon beter uitziet. En steeds wordt dat proces, durven we weer stappen te nemen om het beter te maken. En dat is wel heel gaaf. En ik denk dat we nu wel op een punt zijn aangekomen dat we kunnen zeggen dat we de sport echt wel naar het volgende niveau brengen. Dat is wel de missie die ik had. Het oceaanroeien is, doordat er maar 1 bouwer in de wereld is, op een heel laag niveau gebleven. Eigenlijk alleen maar polyesterboten. En nu hebben wij toch wel boten die de helft lichter zijn als de concurrent. En dat gaat wel een verandering teweeg brengen. Uitdaging van deze boot is eigenlijk vooral, hoe maak je een boot die zo licht mogelijk is, maar die toch sterk genoeg is om de oceaan over te steken. En dat is best wel een lastig verhaal aan deze boten. Want in principe zouden we ze nog wel lichter kunnen maken.
Maar ja, we zien ook dat er met lijnen door de rompen heen prikken in de race. En ja, dat is toch wel de uitdaging aan deze boot. Hoe maak je hem zo licht mogelijk, maar toch nog sterk genoeg dat hij het haalt. En wij denken dat we een mooie balans hebben gevonden in een super lichtgewichtboot die sterk genoeg is. Een leuk detail aan deze boot, wat Lens heel goed bedacht heeft, is Lens heeft eigenlijk een schot bedacht waar de handrail gelijk aan vast zit. Dus in het voor- en in het achterschot, beide, zit de handrail geïntegreerd in het schot. Die komt door de opbouw heen. En alles zit eigenlijk geïntegreerd in één constructie. Op deze manier hebben we deze delen juist in de boot heel licht kunnen maken. En dat is voor ons heel belangrijk, want je wilt het gewicht gewoon zo laag mogelijk hebben. En alle dingen die hoog op de boot zitten zo licht mogelijk. Dus zo hebben we ook echt het gewicht variërend in de romp. Dus denk aan de opbouwers zijn lichter als de rompen. En onder water bij de trailerplekken zijn de boten wat zwaarder. En zo kun je een zo optimaal mogelijke bootconstructie creëren. Dit is natuurlijk een roeiboot, maar naast roeiboten bouwen we ook wedstrijdzeilboten. Mocht je ook geïnteresseerd zijn in een boot om wedstrijden mee te winnen, neem gerust contact met ons op.